De theekoepel bestaat dit jaar 100 jaar. Hij is toentertijd geschonken door textielbaron aan zijn vrouw vanwege de geboorte van de dochter. En En dat dat was was? Thekla Voorhenk. En dat Ja. was de heer Overweg. Ja. Dus. Ja, die heeft dat aan zijn vrouw geschonken. Wat een leuk cadeau trouwens. Zeker weten. Ja, toch? Heb ik nooit gekregen. En Nee. oorspronkelijk was dit terrein nog veel groter, hè? Ja, er hoorde nog een boerderij bij en nog een stuk land. En dat is toen de tijd gesplitst verkocht. Ja. En mijn ouders, toen ze beide 50 werden, hebben ze dat aangekocht. En alleen dit stuk met de koepel. Dit En stuk met verder de was er koepel. niks. Voor de rest was er helemaal niks. Nee. Wij hebben de koepel kaal gekregen, zeg maar. Er waren niks, geen voorzieningen. Omdat mijn vriendin en ik hier regelmatig aan het recreëren waren en met kerst de spul optuigden en etentjes verzorgden, hadden we zoiets van ja, we moeten toch wel zorgen dat we een toilet krijgen en stromend water, et cetera. Want de rode denderon waar we een keer zat om daar elke keer een plasje achter te doen. Dus hebben we besloten om vergunningen aan te vragen en hier het een en ander neer te zetten. Nou staat er een prachtige kapschuur. Een kapschuur met een luxe keuken en een toilet. En we hebben stallen gebouwd, want mijn partner heeft paarden. Dus die is hier dagelijks bezig met haar paarden en het Zij doet ook onderhoud. veel onderhoud dan. Ja, zij doet het onderhoud hier. Nou ja, het is 2 hectare. Er moet veel gemaaid worden. De bossen moeten opgeschoond worden. Ja, er is altijd wel wat te doen. Ja, en hoe wordt die theekoepel gebruikt? Nou, ja, hoe wordt de theekoepel gebruikt? We zitten hier regelmatig met vrienden. We gaan hier samen eten. Onlangs heeft een meisje hier een pop-up restaurant ingericht. En ja, alles wat maar gezellig is, vindt hier plaats. We hebben hier wel eens kaartwedstrijden plaatsgevonden. Een fotoshoot heeft hier plaatsgevonden. Een bruidspaar wil hier graag foto's laten maken. Ja, creatieve dingetjes doen we hier. Ik heb hier wel eens Ja. met familieleden geschilderd. Gewoon gezellig. Je hebt het ook helemaal zelf aangekleed met eigen schilderijen, met name dikke dames Ja, dikke dames schilderen. Ik schilderijen. ben zelf een dikke dame, dus ik hou het maar in die lijn wat schilderen ook betreft. En ja, ik heb het ingericht met spulletjes uit mijn familie. Een oude kast, die ook over de 100 jaar oud is. Uit Ja. 1800 komt die. Nou, ligt hier voor de theekoepel, als je van de weg af kijkt, ook nog een vijver. Ja, er ligt een vijver. Daar werd vroeger in gezwommen. Daar gingen de kindjes van de textielfamilie in zwemmen. En als ze zin hadden in een potje tennis, kon ze van de tennisbaan die daar rechtsachter ligt Ja, die is er een niet balletje meer, hè? slaan. Die is er niet meer. Nee, dat is nu een rijbak voor de paarden. Ja. Oké. Maar wat je vooral ook ziet, bijvoorbeeld in juni, hè, de rhododendrons die heel oud zijn. Het is één grote bloemenzee, paarse bloemenzee. Dat is echt fantastisch. Jullie hebben Mei. ook meegedaan aan de kunsttoer. Ja, we hebben 2 jaar hebben we meegedaan aan kunsttoer. En wat opviel, dat mensen zoiets hadden van, goh, we fietsten zo vaak langs de theekoepel, maar we waren altijd zo nieuwsgierig hoe het er van binnen uitzag. Dus ja, er kwamen best heel veel mensen op af. Soms in 2,5 dag dat we 500, 600 bezoekers hadden. En het was natuurlijk wel heel erg leuk. Ja, Dan kon dat ze en maakt. van de kunst genieten die opgesteld was in het theehuis. En natuurlijk een kijkje nemen in de koepel. Heb je nog plannen verder? Ja, we hebben eigenlijk wel plannen. Wat wij graag zouden willen is dat meer mensen hier gebruik van kunnen maken. Ik bedoel, erfgoedlocaties zijn denk ik heel erg belangrijk. Om het verhaal te bewaren, zeg maar, wat hier vroeger heeft plaatsgevonden. Hè? Maar ook laat oudere mensen hier ook van genieten. En het toerisme. Er komen regelmatig mensen bij ons op de lijn die zoiets hebben van, goh, kunnen we hier een broodje eten? Nee, dat kan dan niet, hè? Zou je dat wel willen? Ja, tuurlijk, waarom niet? Kijk, we Ja. hebben daar zelf natuurlijk ook een heleboel gezelligheid van. Kijk, als mensen hier genieten van het geheel, dan genieten wij ook. Ja. Kijk, het is nu allemaal hobbymatig. En ja, wie weet. Het zal heel erg leuk zijn. Je doet daar moeite voor in elk geval Wij doen daar om moeite dat te voor, ja. Ja, realiseren. zeker Ja. hoor. Ja.